voor mij betreft is een talent iets waarmee je jezelf kunt onderscheiden, waar je heel prettig bij voelt. En het liefst iets waarvan je zegt van, dat wil ik beheersen. Je hoeft het dan niet te beheersen, maar iets wat je graag wil beheersen. Dan moet ik toevoegen aan je werk, of iets in je privésfeer, in je gezin, of in je vriendschappen. En er moet eigenlijk momenten zijn waardoor je talent kunt laten zien. Waardoor je ze kunt oefenen. Misschien verder aanscherpen. Wat leuk is van talent. In Nederland hebben we een beetje de neiging om te zeggen, iets wat je niet kunt, moet je leren. Voor een aantal dingen geldt dat. Maar het bijzondere van talent is juist dat je eigenlijk die dingen uit jezelf moet zien te vinden, ontwikkelen. Want daar heeft de maatschappij, de mensen om je heen en daardoor uiteindelijk jezelf, met het plezier dat je geeft, heb je het meeste aan. Mijn talenten onder andere zitten in me in kunnen leven in heel veel verschillende mensen. Ze begrijpen en dat heel goed kunnen vertalen. Mensen willen samenwerken, hebben vaak verschillende doelen. En wat ik ontzettend leuk vind, en waar ik denk ook dat mijn talent zit, is begrijpen waar die doelen zitten van deze mensen. En ze samenbrengen, zodat ze er in gezamenlijkheid iets van kunnen maken. Daarnaast heb ik een aantal talenten. Bijvoorbeeld, ik vind het vreselijk leuk om te presenteren. Hier gewoon te staan en een verhaal te houden. Maar wat ik ook heel erg leuk vind, is af en toe alleen maar te luisteren. Te voelen, bijna vanuit buik, als het vanuit je buik, van wat er speelt bij een ander. Om er nog dichtbij te zijn en er misschien iets voor te kunnen betekenen. Wat mij betreft zijn andere talenten dingen die je belemmeren om dat talent dus te kunnen ontplooien. Dus een ander talent, zou je kunnen zeggen, is het patroon van denken dat er vaak maar één oplossing is voor een probleem of een uitdaging. En gelukkig is dat niet zo. Een ander talent noem ik negativiteit. Steeds kijken naar wat de bezwaren zijn, wat de klachten zijn, wat de dingen die je doet, waar je bezig bent. En dan kom ik eigenlijk bij de laatste vraag. Hoe breng je talent in de praktijk? En dat is vooral niet te lang over nadenken,